Bij een pinautomaat aan het Westwijkplein in Amstelveen is in de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 januari een ramkraak gepleegd. De daders staken vervolgens de auto die hiervoor werd gebruikt in brand. De brandweer moest te plaatsen komen om de grote brand te blussen. Ondanks dat er veel woningen rond de supermarkt zijn, hoefde niemand geëvacueerd te worden. De schade aan de pui van de getroffen supermarkt is groot. Of de daders iets buiten hebben weten te maken is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.